Daarbij geldt de glijdende schaal en vindt altijd een individuele belangenafweging plaats. Het doel is daarbij niet te straffen, maar de zorg voor de veiligheid van de samenleving. Mevrouw Perenkop. Dank u wel, voorzitter. Een stukje terug in het betoog van de minister hoorde ik haar zeggen dat het dus uitmaakt de duur van het verblijf van iemand. Ja. De wetswijziging die nu voor ligt, die heeft specifiek betrekking op mensen die hier geboren zijn of voor hun vierde levensjaar waren. Het lijkt mij dat het dus eigenlijk altijd om volwassenen gaat. Dus mensen die er in mijn optiek al langdurig zijn. Kan de minister verduidelijken wat langdurig is? Over hoeveel jaar hebben we het dan? Ja. Het gaat erom dat mensen die hier geboren zijn of voor hun vierde levensjaar hier wonen, als die meerderjarig worden. Dus dan heb je het minimaal over 14 jaar. Het kan dus ook 18 jaar zijn, maar het gaat over een tijdspanne van 14 jaar dan. Mevrouw Perenkop. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht te begrepen hebben van de minister dat dus hoe langer iemand in Nederland is, hoe lastiger het dus wordt om iemand het land uit te zetten. Maar 14 jaar is toch ook al heel erg lang? Of waar ligt die grens, zeg maar, van de moeilijkheidsgraad? Kan de minister aangeven bij hoeveel, bij welk aantal jaren dat iemand in Nederland verblijft, de kans dat iemand gewoon dus mag blijven, toeneemt? Nou, dat begint natuurlijk. Ja, dat staat ook allemaal in de glijdende schaal. Ik kan er even bij pakken, ik kan hem voorlezen, maar het staat er allemaal in, hoor. Als u dat verduidelijkt wilt hebben, die heb ik wel bij me. Even pakken. Ik heb hier de glijdende schaal en dat betreft delicten, misdrijven waar een minimale maximumstraf op staat van 6 jaar. Dan zien we bijvoorbeeld als iemand hier minder dan 3 jaar verblijft, als je 1 dag iets, als je een veroordeling hebt van 1 dag, ja, het lijkt me een beetje bijzonder, want dan ben je 7 of zo. Dus ik denk dat dat niet opgaat. Dus ik ga even naar het einde van de schaal. Dat lijkt me wat handiger. Als je bijvoorbeeld hier tenminste 10 jaar bent, maar minder dan 15 jaar, dan moet er sprake zijn van een veroordeling van 30 maanden. Tenminste 30 maanden. Dus als je een veroordeling hebt, een onherroepelijke veroordeling van 30 maanden, dan kom je in aanmerking voor de toetsing. Mevrouw Perenkop. Ja, dank u wel, voorzitter. Maar begrijp ik het dan goed dat de minister dus ook kinderen het land uit wil zetten? Ja, nee, dat is een beetje gek. Ja, ik realiseer me ook, hoor. Ik denk, nou, minstens 4 jaar. En stel dat je hier bent geboren, ben je 4 jaar. Nou, dat is natuurlijk niet aan de orde. Want die hebben natuurlijk nooit een veroordeling aan hun broek. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Dus, maar ik heb natuurlijk nou eenmaal die glijdende schaal. En als ik dus kijk, als je hier tenminste 15 jaar bent en je hebt bijvoorbeeld een veroordeling van 48 maanden, dan kan je dus in aanmerking komen. Maar een kind heeft natuurlijk geen veroordeling. Dus dat is uitgesloten. Tot slot, mevrouw Perenkop. Ja, dan heb ik het dus goed gehoord wat de minister zei. Dus dat kinderen hiervan zijn uitgesloten. En dus hebben we het over minderjarige mensen. Die kunnen dus op geen enkele grond dus het land uitgezet worden bij het plegen van een strafbaar feit. Dat is niet helemaal waar. We hebben het natuurlijk over 4- of 5-jarigen. Maar je hebt natuurlijk ook 16, 17-jarigen en 18-jarigen. En het kan ook zo zijn dat je al 19 bent of wat ouder. Maar het gaat er dus om dat je meerderjarig ben, geboren bent in Nederland, of tenminste voor je vierde levensjaar hier bent. En dat ga je dus optellen. Maar we gaan natuurlijk, kijk, een kind heeft natuurlijk geen veroordeling, dus er komt natuurlijk nooit een aanmerking. Dat is onmogelijk. De heer Kofferman namens de Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog even een vraag aan de minister over die glijdende schaal. In hoeverre kan dat nou een hellend vlak worden, of zitten daar objectiveringscriteria in, zodat je kan zeggen, nee, maar deze staffel die is echt helemaal dichtgetimmerd. En datzelfde geldt voor, oké, tot nu toe was het zo, minstens 60 maanden drugsdelict, maar straks kan het ook voor kleinere delicten. Hoe objectief is die maatregel ten opzichte van de harde grens zoals we die nu hebben? Nou, hier staat bijvoorbeeld, hè, als ik een glijdende schaal erbij pak, er staat er bijvoorbeeld bij een verblijf van tenminste 10 jaar, maar minder dan 15 jaar. Dus dan heb je een vaste range. Dat lijkt me toch heel objectief dat je hier bent. Dat ligt vast. En je hebt een onherroepelijke veroordeling van 30 maanden. Dat lijkt me toch ook heel objectief. Ik kan er niet objectiever maken. Heer Kofferman. Ja, maar de vraag is niet alleen of de staffel objectief is, maar ook de interpretatie van de staffel. Aan wie is die? Ik kan dat ook aan de discretionaire bevoegdheid van de minister zijn. Nee, dat is, dit is gewoon een toets, dit is gewoon een toetsingkader. Ik bedoel, dit ligt gewoon vast. Dit ligt gewoon vast en daaraan wordt er getoetst.
Tot slot, meneer Kofferman. Wie wordt er getoetst op dat moment? Ik denk dat de IND. En in hoeverre heeft de besluitvorming van de minister invloed op de keuzes van de IND? Want heel veel keuzes van de IND zijn in feite het besluit van de minister. Nou ja, wat ik al eerder heb gezegd, van ik zie daar nog geen wijzigingen in komen. Eerlijk gezegd, zoals het nu is, ik zal niet weten wat ik eraan zou moeten wijzigen. Ik heb er volle vertrouwen in dat de IND zijn werk goed doet. En ik heb daar eerlijk gezegd ook verder helemaal niet over nagedacht. Ik ben dat helemaal niet van plan om daar wijzigingen in door te voeren. Goed, dan kom ik op meneer Janssen. En die had de vraag van wat was de reden destijds om aan te sluiten bij de daadwerkelijke veroordeling en niet bij de strafmaat. We hebben het er al net even over gehad. En ook nu speelt de daadwerkelijke opgelegde straf een rol. De daadwerkelijke opgelegde straf wordt meegewogen in de drempelwaarde en de glijdende schaal. En daarnaast wordt de daadwerkelijke opgelegde straf ook meegewogen in de individuele beoordeling. En nogmaals meneer Janssen. Kan de minister ingaan, daar hebben we hem weer, op de relatie tussen artikel 21 en 22, Vreemdelingenwet 2000 en de verschillende strafmaten die van toepassing zijn. 3 jaar ten opzichte van 6 jaar en hoe is dit een verbetering van de consistentie? Dit kan toch niet tot rechtsongelijkheid leiden, dat was uw vraag. En dan hebben we het over artikel 22, Vreemdelingenwet 2000, ziet in op intrekking. Dat gaat over intrekking van verblijfsvergunningen. Het wetsvoorstel ziet op aanvraag van vergunning voor onbepaalde tijd. Dat is iets anders. En het wetsvoorstel sluit aan bij de beoordeling zoals deze voor andere verblijfsvergunningen regulier wordt gedaan voor vreemdelingen die langer dan 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland hebben. Aansluiting bij deze hogere strafbedreiging van 6 jaar wordt gelet op het feit dat het hier om in Nederland geboren of getogen vreemdelingen gaat, het meest consistent wordt geacht. Dit zorgt voor rechtsgelijkheid. De strafbedreiging van 3 jaar bij intrekking kan ook worden toegepast bij een korte verblijf. Dit rechtvaardigt ook een lagere strafdreiging. En dan had meneer Janssen ook nog de vraag over een taakstrafverbod. Het juiste criterium is voor dit wetsvoorstel. Daar hebben we het al wel eerder over gehad, maar ik wil hem hier nog wel een keertje op de tafel leggen. In het wetsvoorstel wordt verwezen naar artikel 22b van het wetboek voor strafrecht. In dat artikel is opgesomd welke misdrijven zo ernstig zijn dat een taakstraf niet meer passend is. Het artikel bevat dus ook een onderscheid tussen ernstige en minder ernstige feiten. Daarom is er naar verwezen. Dan de strafmaat van 5 jaar zou al een weigeringsgrond kunnen zijn. Dit lijkt niet consistent. De oude wet verwees naar een straf van 60 maanden, dus 5 jaar. De nieuwe wet hanteert als criterium dat er een straf moet zijn die wordt bedreigd met maximaal 6 jaar gevangenisstraf. En daarnaast zal de beschikking natuurlijk goed en individueel moeten worden gemotiveerd.